Vandaag tonen we hoe je snel en makkelijk de Lalenio Wall Aesthetics wandpanelen bevestigt. Nu, hout ademt, het krimpt en het zet uit. Dus omdat het belangrijk is om de panelen voldoende beweegruimte te geven, is het een goed idee om enkele millimeters afstand te houden tussen het paneel en de muurranden. Als je steunmuur een donkere kleur heeft, dan zullen openingen in het hout minder zichtbaar zijn. En dat is de reden waarom we de muur eerst zwart hebben geschilderd. Die is nu schoon, effen en klaar om te bekleden. Om ervoor te zorgen dat de wandbekleding volledig aangepast is aan de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid van de kamer waar ze willen gebruiken, hebben we ze hier gedurende 3 dagen gestockeerd in hun originele dozen. Alle gereedschap ligt klaar, dus we kunnen snel aan de slag. We halen de wandbekleding uit de verpakking en schikken de onderste 2 rijen op de vloer. Zo kunnen we panelen onderling switchen tot we een compositie krijgen die ons bevalt. Zo kunnen we zelf mee de look van onze muur bepalen. Als je uitsparingen nodig hebt voor lichtschakelaars of zo, dan is het nu het ideale moment om precies af te meten waar die moeten komen en ze met een figuurzaagje weg te halen uit het paneel. Hier zijn die er niet, dus daar hoeven we ditmaal geen rekening mee te houden. We gaan hier een volledige muur bekleden en daarom trimmen we de zijkant van de buitenste panelen. Dat hoeft uiteraard niet. Je kan er ook voor kiezen om creatief een deel van een muur te bekleden. En dan kies je het plaatsingsverband en de lijnen die je maakt uiteraard helemaal zelf. Het mooist en het efficiëntst is om met een half Lalenio Wall Aesthetics paneel te beginnen. Want zo creëer je een willekeurig verband, waardoor de naden verdwijnen. We zagen ons eerste paneel dus midden door en lijnen dat straks uit op de linkerzijde van de muur. De andere helft kan worden gebruikt voor een van de volgende rijen. We beginnen onderaan de muur en werken zo naar boven. En met een waterpas markeren we een loodlijn op de muur. Oké, nu kunnen we echt met de plaatsing beginnen. Voor de bevestiging van de wandpanelen heb je 2 belangrijke opties. Lijmen of nagelen. Of als je echt zeker van je stuk wil zijn, dan doe je dat gewoon allebei. Als je kiest voor verlijmen, kies dan een houtlijm die goed afgestemd is op de draagmuur en voldoende hechtkracht heeft. Wij gebruiken Emphimastic High Power. Breng de lijm horizontaal aan over de hele lengte van het paneel en plaats het tegen de wand. Zorg dat het de loodlijn volgt en druk het enkele seconden stevig aan. Werk zo verder van links naar rechts en van onder naar boven. Het stuk dat je aan het eind van een rij rechts hebt afgezaagd, hergebruik je als meest linkse stuk van de volgende rij. Simpel en zo heb je ook weinig zaagverlies. Je kan de wandpanelen ook bevestigen met een nagelpistool. Dat gaat sneller, maar dan blijven de nageltjes wel zichtbaar. Om dat effect te minimaliseren, schiet u de nagels in de panelen onder een opwaartse hoek bij het aanbrengen van panelen onder ooghoogte. Nagels op ooghoogte moet worden geschoten in de hoeken van het paneel en tussen het lattenwerk. Voor panelen boven ooghoogte schiet u de nagels in de panelen onder een neerwaartse hoek. Voilà, het is mooi geworden, hè? Vind je niet? Lalenio Wall Aesthetics geven de ruimte meteen een heel andere, sfeervolle uitstraling. En hier werd trouwens de Orkney geplaatst met tekhout. Check zeker ook eens de website, daar zie je nog heel wat andere leuke mogelijkheden. En er zit vast eentje tussen die helemaal is wat jij zoekt.